Een bijzondere dag voor de Woerdense pennenverzamelaar Alex Cornelissen. De pennenfanaat kreeg vandaag zijn 100.000ste pen uitgereikt door het bedrijf Interimage. Het bedrijf wilde Alex graag helpen om deze mijlpaal te bereiken. Om zijn verzameling compleet te maken bij de 100.000ste hebben we hem uitgenodigd met een eigen pen met zijn eigen naam erop. En dat is een pen van de toekomst met een powerbank erin. Dus dan heeft hij een speciale pen. Alex is blij dat hij zijn 100.000ste pen in ontvangst heeft kunnen nemen. Ja, dat is geweldig, deze pen. Want daar zitten, dat is van het bedrijf hier en met mijn naam erop en de 100.000ste pen. De Woerdenaar heeft heel veel pennen. Sommige kamers in zijn huis hangen compleet vol met pennen. En elke pen in de collectie is anders. Ze zijn allemaal uniek. Allemaal, er zijn geen dubbele bij, ze zijn allemaal enkel. En ik heb pennen met opschrift, dus het zijn reclamepennen, maar ik heb ook bijzondere pennen, waar dus niets op staat, maar bijzondere zijn. De pennenverzamelaar ontvangt pennen vanuit verschillende landen. Hij is dan ook de mensen erg dankbaar voor het opsturen van de pennen. Heel Nederland en zelfs uit het buitenland worden ze me genoeg gestuurd. Ik ben er ontzettend blij mee en ik wil ook iedereen bedanken voor de pennen die ze mij toegezonden hebben en die ze gebracht hebben. En voorlopig gaat Alex nog wel even door met zijn hobby. Ik ga gewoon lekker door, ja hoor. Het is mijn hobby, hè. Lekker bezig zijn. Ik heb de 100.000 bereikt en nou ja, dan kan ik zeggen, ik ga op naar de 200.000. Maar we zien wel hoe ver we mogen komen.